allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is januari en dat betekent dat er iedere week een spelletjesvideo online komt. Vorige week hadden we een escape room en deze week hebben we het spelletje Spookslot. We hebben het nog nooit eerder gespeeld, dus dat wordt leuk. Ja. En we gaan het nu even opzetten. Die heeft 4, 2 of 3 of een spook. Als je spook. Oh, een spook. Iedereen de spook gezien? Ja. Dus je gooit. Je hebt je poppetje. En ik heb wel poppetjes. Maar je hebt een poppetje. Dus ik gooi 1. Dan mag ik 1 plaatsje naar voren. Ah! Als je niet zo goed loopt, dan heb je naar mij. En als je Jan het laat bouwen, dan staat alles goed scheef. Tussen spookkasteel, hè? Nu staat dat weer. Oké. Dus je mag 1 plaatje naar voren. Gooi je 4, mag je 4 plaatjes naar voren. Maar wat is een ieder voetje, ja, ieder stapje is een plaatje. Okay. Dus hiervoor moet je een 2 hebben? Nee. Dat is ook gewoon 1 plaatje. Maar daar kom ik zo bij waarom die blauw is. Je mag dus, stel ik heb 3 gegooid, ik sta hier. Dan mag er niet iemand naast me staan. Dus stel, mama gooit ook 3, dan heeft ze geluk, dan mag ze 1 plaatje naar voren. Op de trap. Dat is op de trap. Ah, oké, kijk, trap. Maar de trap heeft een rode rand. Net zoals dat we hier die rode voetjes hebben. En daar zitten ook ergens rode voetjes. Dus bij rode voetjes loop je gevaar. Je poppetje viel. Oh, oké. Okay. Maar ik was toch nog niet begonnen. Oh, dat is het spookje zeker. Dat is het spookje. En dus als je op een rood voetje staat, dan is degene die daarop komt te staan, tenzij je dus een voetje een stapje naar voren moet doen omdat er iemand staat, die moet het knopje van het spookje indrukken en het balletje laten rollen. Oh. En als je dus, nu stond mama dus net daar, dan moet ze weer terug naar blauw. Dat is de enige uitzondering waarop je naast elkaar mag staan als je dus teruggestuurd wordt doordat je met het spookje... Oké, wacht, die moet ik nog even een keer horen. Maar waar had het spookje dan? Dat had ik al door. Ja. Maar je zei van als je op het rode staat moet je de knop duwen. Ja, dus stel jij gooit 4, dan kom je daar en dan moet je dus... Moet ik ook op die knop duwen? Moet je op die knop duwen. Omdat je op rode voetstapjes komt. Ja. Oh, en hier heb je dus die sterretjes. Welke sterretjes? Die sterretjes. Ja. Mocht je nou heel veel geluk hebben en die gaat voor je open. Omdat... goed. Leon, ik trok hem eruit. Kun jij zien jullie moest? Ja, zo. Zo? Oh, oké, okay. Nu zit het alweer goed. Oké. Okay. Dus omdat je dus hier op landt. En die gaat dus voor je open. Dan mag je er doorheen en mag je naar het sterretje dat daar staat. Zo niet, moet je gewoon blijven staan. Okay. En ja, de rood staat er dus in dit geval voor dat het een snellere route is. Maar je loopt ook risico. Jij hebt 2. Jij moet niet 2 gooien. Wat wil jij gooien? Ik zou 1 gooien. Oh, 2. Is dat 2? Dat is 2. Okay, ik ook. Ik ook 2. Ik heb witte. Ja, nee, oh, jawel. Ja, geen moe. Geen ook. 4. Ja. Trap. Dan moet je je knikker activeren.
Hoef jij even. Ik heb jezelf er niet over gegooid. Zet kopje. Ja, joh. 3. Flappy komt al gezellig bij me. Ja, mag niet naar elkaar. Je komt 2 stapjes naar voren, denk ik. Want je mag niet naar elkaar. Dus, Flappy staat voor mij. Nee, want hij... Jij gooide net uit jezelf 3, toch? 4. Oh ja, maar papa niet. Oké, dat hoeft dus niet. Oké. Mama staat brood. Oh, dat mag ik. Hij kwam weer hier uit, toch? Hij kwam weer hier uit, ja. Maar dat ging ook op een of andere manier mee. Was het niet? Mama stond het vers. Dit is Flappy. Dit was Chrisje. Dat was daar. Mama stond vers, hè? Oké. Groen. Spookje! Ah, nee, ja, wel hoor. Ja. Ja. Oh. Oh. Zo jammer. Ja, ik wel hoop leuk geweest als iedereen het af was gekoppeld. Hallo, wie zei dat ik naar rood wilde? Jij? Niet? Er is geen andere route! Ja, oh, laat maar. Dat was het probleem! Ja, oké, hoe je dood is. We gaan over dat groen, maar... Spook. Ongeveer. En wie zat op rood? Niemand. Yes! Yes! Wat? Wij hebben bij jou wel brood gezet. Dat kan daar niet anders, we moeten wel brood. Je bent gaan over mijn struggle. Ja. 2. Nog 2 keer duwen? Nee. Ga je gang, Chrisje? Ja, oh. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal als je meer van dit soort video's wil zien. En dan hopelijk tot volgende week.